Als je geboren wordt, mag je ouders niet zelf kiezen. Maar toch gaan we er vanzelfsprekend vanuit dat elk kind liefde van ze zal ontvangen. Het klaarmaken van je lunch als je naar school gaat. Met een lach op de eerste rij als jij je diploma haalt. Of de liefdevolle knuffel als het even niet meezit. Maar wat als dit niet zo vanzelfsprekend is? Dan hebben we in Nederland instanties die hier scherp op zijn. Een werkend systeem dat ervoor zorgt dat elk kind een veilig thuis heeft. Toch? Vandaag hoor je het schrijnende verhaal van een Nederlands meisje, de 8-jarige Charlene. Een meisje die ernstig werd verwaarloosd door haar moeder en waar elke instantie zo'n beetje van op de hoogte was. Toch lieten zij Charlene in de kou staan, wat uiteindelijk fatale gevolgen zal hebben. Hallo, van harte welkom bij deze nieuwe Misdaad en Mysterie. Vandaag zal deze video er iets anders aan toegaan. Jullie weten dat ik niet vaak zaken bespreek van Nederlandse bodem. Ik heb mezelf voorgenomen dat ik dit alleen doe als dit gewenst is vanuit nabestaanden, familie of wat dan ook. Dat is de enige uitzondering op de regel. En zo heb ik voor de video van vandaag niet alleen toestemming gekregen, maar de vader van het slachtoffer wilde graag meewerken aan deze aflevering. Ik wil jullie daarom expliciet vragen om respectvol te blijven in de reacties, om zorgvuldig met dit verhaal om te gaan. En let er vooral op dat het vandaag best wel expliciet allemaal besproken gaat worden. De vader van het slachtoffer komt aan het woord. Zijn naam is Victor Remouchat, de vader van Charlene, het meisje waar het in dit verhaal over gaat. En Victor weet heel veel te vertellen over de zaak, over zijn dochter, of hoe het eraan toe ging. Ik ben met hem in contact gekomen via Sebas Dijkstra. We kennen hem natuurlijk van een eerdere aflevering toen we de zaak besproken van Ivana Smit. Het verhaal wat ik ga vertellen zal ik versnijden met de interviews die ik heb afgenomen. Het is iets nieuws wat ik ga proberen. Ik hoop dat het jullie bevalt. Ik hoop dat het tot zijn recht gaat komen vooral. Ik heb Victor vooral vragen gesteld over zijn dochter, over de thuissituatie, over moeder. Maar wat ook een interessante is dat deze man ervoor heeft gezorgd dat de dader veroordeeld is. Dus het is een ontzettend bijzonder interview. Ook Sebas Dijkstra heb ik gesproken. Hij zal vooral inhoudelijk op de zaak ingaan, wat voor bewijzen er liggen, hoe het er in de rechtszaal aan toe is gegaan, want dat is ook een verhaal apart. Het is echt ontzettend interessant om hierin te duiken, maar ik moet zeggen dat het mij ook echt niet in de koude kleren gaat zitten. Het gaat hier om een jong slachtoffer, om een meisje van 8 jaar oud. Een meisje met een veelbelovende toekomst voor zich, wat haar uiteindelijk is ontnomen. En wat, naar mijn mening, echt voorkomen had kunnen worden. Het is een schrijnend verhaal, dus houd rekening mee dat het echt wel iets is wat echt in je hoofd gaat zitten. Zit je op dit moment niet zo lekker in je vel? Zijn het onderwerpen waar je niet goed tegen kan? Ben je sowieso onder de 12 jaar oud? Klik deze video alsjeblieft weg. Toch is het belangrijk dat dit verhaal verteld wordt en gezien wordt, omdat er heel veel bij de zaak Charlene is fout gegaan. Ik ga jullie er natuurlijk alles over vertellen, samen met Victor en Sebas. Ook in mijn podcast Moordkast heb ik aandacht besteed aan de zaak Charlene. Ben je daar benieuwd naar? Ga dan naar podimo.nl/moordkast. Vandaag ook geen shout-out, geen toeters en bellen. Het gaat echt puur en alleen om de zaak Charlene. Nogmaals, ga in de reacties respectvol om met dit verhaal en met alles wat Victor jullie vertelt. Het is niet niks. De interviews gaan er ook redelijk emotioneel aan toe. Ik heb besloten ook eigenlijk gewoon niks weg te laten, omdat ik van mening ben dat er nogal een urgentie achter zit om dit verhaal tot in de puntjes te vertellen. En daar horen ook alle nare en vervelende details bij. We gaan maar heel snel beginnen met het trieste verhaal over de dood van Charlene. Charlene Remouchat werd geboren op 15 mei 2007. Haar vader is Victor Remouchat. Dat is ook de nabestaande die ik natuurlijk voor deze aflevering heb gesproken. En haar moeder heet Helene J. Gedurende deze aflevering zal ik moeder ook aanspreken als zijnde Helene. Toen Helene zwanger raakte van Charlene, kende ze Victor nog maar net. Zij leerden elkaar kennen in 2006. In 2006 leer jij de moeder van Charlene kennen, Helene. Hoe hebben jullie elkaar ontmoet? In die tijd had je nog ouderwetse chatsites, zeg maar.
En dat heette chatten.nl. Ik zat daar niet vaak op, maar ik opende dat ergens in de winter. En ik kreeg een bericht binnen. Heb je zin om een ijsje te eten? Dus, nou, rare vraag in de winter. Zeg, ik weet niet, het is min 15. En zo is het contact eigenlijk begonnen. Heel leuk, veel humor. En je kon er echt mee lachen. En uiteindelijk krijgen jullie een relatie met elkaar. Hoe verliep dat aan het begin? Nou, vrij snel bleek, na onze eerste ontmoeting, dat zij in verwachting was. Dat was na de eerste ontmoeting al? Ja, heel snel al. Ik was er redelijk verbaasd over, maar ik heb haar toen nog op de man afgevraagd van, weet je zeker dat het wel van mij is? Ja, dat bleef ze met zekerheid volhouden. En toen heb ik rigoureus besluit genomen om, want ik woonde destijds in Ede, om mijn baan op te zeggen, mijn woning op te zeggen, die kant op te gaan verhuizen en bij haar in te trekken, omdat mijn kind zou worden geboren. En ik wou vanaf kinds af aan wil ik al kinderen. Dus ik was er hartstikke blij mee eigenlijk. Hoe zag jullie gezinsleven toen uit, toen jullie nog samen waren? Zij is in verwachting. Ze dronk niet, ze rookte heel weinig. Ik kende haar eigenlijk nog helemaal niet zo goed. Ja, je leert elkaar natuurlijk pas echt kennen als je samen gaat wonen. Dus dat is Helene als moeder in de eerste periode. Dat ging nog eigenlijk redelijk oké. Okay. Ja, ik vind dat ze redelijk afstandelijk was richting Chalene toe. Ik was juist naar me toe halen. Ik was er trots op. Iedereen mocht er zien en ik was echt blij met haar. En zij had het andersom. Dus vanaf moment 1 merkte je dat wel, dat er toch een ander soort band ontstond met Charlene en haar moeder dan ja, jij dat had? Ja, op die momenten denk je er niet zo echt over na. Denk je, ja, dus toen speelde er eigenlijk nog niks. Charlene was al met al een vrolijk meisje. Victor heeft mij een aantal foto's gestuurd. Babyfoto's, kinderfoto's van Charlene. En die foto's liegen er niet om. Op elk blaadje staat ze er lachend op, met een brede glimlach. Haar ogen lachen mee. Over die ogen gesproken. Ze heeft ontzettend grote, sprekende ogen. Mooie lange wimpers. Die blauwe ogen die kijken als het ware dwars door je heen. Ook die babyfoto's, ik smolt hiervan. Het is letterlijk een van de schattigste baby's die ik ooit heb gezien. Maar achter al deze vrolijke kiekjes verschuilt een heel ander beeld. Een beeld van een gezinsleven wat op losse schroeven staat. En waar veranderde dat gedrag? Want jullie hebben best wel een tijdje een relatie gehad uiteindelijk. Ja, ja. Heel wat jaar. Volgens mij zijn jullie uit mijn hoofd 5 jaar bij elkaar geweest. 6 jaar, zoiets, ja. Komt natuurlijk een moment dat het misgaat. De moeder begint steeds meer te drinken. Ja, niet behoorlijk veel meer te drinken. Vanaf waar begon dat ongeveer? Na de zwangerschap. Toen ze was bevallen, de eerste paar maanden, of niet zo, maar jaar erop steeds meer. We kochten een huis. Blijkbaar zat ze niet helemaal lekker in de vel. Ze zat veel op chatsites. En, ze was een stevige drinker. Die bleef gewoon staan, al had ze een hele tray bier op. En dat werd steeds meer. En er kwamen hele rare capirolen kwamen erbij kijken natuurlijk. Door de jaren heen gaat het van kwaad tot erger met Helene. Zo stapt ze regelmatig dronken achter het stuur. Zo rijdt ze een keer hun auto toten los nadat ze een avond in een café heeft gespendeerd. Er ontstaan natuurlijk onwijs veel ruzies over dit gedrag van Helene. En zij gaat ook steeds een stap verder in haar gedrag. Zo zoekt ze bijvoorbeeld ook continu de aandacht van andere mannen. Zij gaat aan de lopende band vreemd. Zo kan het zijn dat Helene ineens haar spullen pakt en gewoon de hele nacht verdwijnt. Dan laat ze ook helemaal niks weten. Je kunt je voorstellen, voor een gezinsleven is dit gedrag vernietigend. Vervolgens was ze weer ineens de deur uit, kwam ze niet terug. Ben ik weer naar mijn bed gegaan. Op een gegeven moment hoor ik dat iemand een ruit achter in de tuin aan het ingooien was. Dus ik doe het slaapkamer aan boven open en ik kijk naar beneden. En zij staat in de tuin te zwalken. En er staat een kerel in de tuin. Ik zeg, wat doe jij in mijn tuin? Ja, ze was gevallen met de fiets. En ik heb haar netjes naar huis gebracht. Zij is dus naar binnen gegaan. Maar het duurde en duurde voordat ze boven was. Dus ik ben naar beneden gekomen. Lag die man. Ja, hoe zeg je het netjes? Ze waren niet aan het knuffelen, laat het zo zeggen. Dus die man rende met zijn onderbroek de deur uit, dikke paniek, heibol en dat soort dingen. Gewoon in mijn eigen huis, en terwijl ik boven ligt te slapen. Dus alleen ligt boven te slapen en je doet dat. Waar ben je dan mee bezig? Dat gebeurde regelmatig, toch? Dat zij regelmatig vreemd ging? Als ze deed, dan deed ze het ook goed. Laat het zo zeggen. De ruzies tussen moeder en vader, ja, die worden alsmaar erger. En zo ook die
woedeuitbarstingen van Helene. Op een avond gaat het helemaal mis. Het is een situatie wat Victor aan mij geschetst heeft. Ik vertel enkel wat hij mij vertelde. Maar de absolute druppel voor hem was een moment dat Helene weer eens ontzettend dronken was en woedend werd op Victor. Charlene lag op dat punt te slapen en zij wilde Charlene meenemen in haar auto. In deze beschonken toestand. Dat is natuurlijk ontzettend dwaas als je daarover nadenkt. Hè? Je kind meenemen, jij bent zwaar van het padje af en je wilt achter het stuur klimmen samen met je kind. Het is nogal wat. Tijdens deze uitbarsting komt er ook nog geweld bij kijken. En Charlene is getuige van dit alles. Jij hebt besloten om de relatie te beëindigen. Ik heb haar huis uitgegooid. Ik probeerde haar het huis uit te gooien. Het was weer zover. Als ze ruzie begon te maken, ze begon me te slaan. En ik denk, ik ben er nou zo klaar mee. Ik ga maar naar jouw ouders toe. We houden de deur uit werken. En ze duwt me door de voorraad heen. Dan ze rent dronken naar boven toe. En Charlene lag in ons bed lag ze te slapen. En ze wou Charlene wakker maken. En ik probeerde haar nog weg te halen. Laat haar nou slapen. Ga naar je ouders toe. Als je morgen nuchter bent, kun je haar komen ophalen. Maar niet zo. Nee, maar ze duwde me weg. En Charlene werd wakker. En ze deelde weer een paar tikken uit. En ik danste maar naar achteren toe. Gebeurde dat vaker, dat ze jou aanviel? Nee, dat weet ik niet meer precies. Maar dit was een van de heftige keren dat het zo gebeurde. Dus ik heb haar vader gebeld. En zeg, je moet nu hier naartoe komen. Je dochter is compleet ontspoord. Haar vader kwam. Uiteindelijk komt zij naar beneden gelopen met Charlene. Het enige beeld dat ik nog voor me heb, is dat Charlene de handen naar mijn huid stak. En wat moet je dan doen? Moet je dan allemaal ruzie gaan maken of moet je ze laten gaan? Ik bedoel, ze werd gewoon met me weggetrokken. Ja, daar liep het echt uit de hand. Dit was echt de absolute druppel. Ja, dat was de absolute druppel. Victor zet hierna een punt achter de relatie met Helene. Moeder gaat samen met Charlene dan een tijdje wonen per opa en oma, dus de ouders van Helene. Uiteindelijk komt Helene samen met de dochter toch weer bij Victor terecht. Dat is tijdelijk. Victor woont dan toch nog een tijdje samen met zijn ex. Ze zijn dan wel uit elkaar. Ze slapen ook in aparte kamers, totdat zij zelf een woning heeft gevonden voor zichzelf en voor Charlene. Tot die tijd kunnen ze toch nog bij Victor thuis terecht. Maar goed, twee exen onder één dak. Helene met haar buitensporige drankgebruik. Dit gaat allemaal niet van een leien dakje. Victor vertelde mij echt een schrijnend verhaal die zich tijdens deze periode afspeelde. Er is ook nog een voorvalletje geweest dat ze, toen waren we al in principe uit de kamer, we woonden nog wel in huis. We wouden een collega op bezoek komen, nou prima, aardige kerel. Maar werd te laat en hij kon niet meer naar huis rijden. Ik zei, nou weet je, mag je best logeren. We hadden genoeg kamers in het huis. Dus ik ben naar mijn eigen bed gegaan. Op een gegeven moment werd ik door Sleen 's ochtends wakker gemaakt. En ze zegt, mama ligt te rollenbollen met die meneer in bed. Ze zegt, rollenbollen met die meneer in bed. En ik loop die slaapkamer in. En die ligt gewoon bloot, ligt ze daar in bed. Maar blijkt nou dat ze Sleen midden in de nacht tussen haar in hebben gelegd. Meen je niet. Waar ben je dan mee bezig? Dus als ik goed begrijp, zij lag met een man in bed. Charlene. Lag daarbij. Ja. Ja, dat... Nou, dat gaat wel heel ver. Ja, behoorlijk. Charlene is 5 jaar oud als haar ouders uit elkaar gaan. De ouders maken uiteindelijk afspraken met elkaar. Een omgangsregeling wordt getroffen. Charlene zal om het weekend bij haar vader verblijven en de helft van de schoolvakanties. De rest van de tijd woont Charlene bij moeder. Toen Charlene werd geboren was het Victor destijds onbekend dat het noodzakelijk was om ouderlijk gezag aan te vragen. Het is een bepaald soort formulier. Hij is daar nooit van op de hoogte gebracht. En ik kan me voorstellen dat, als je dat niet weet, dat zoiets er tussenuit schiet. Hij heeft haar als zijnde zijn dochter erkend. Ze draagt zijn achternaam. Hij heeft daar gewoon geen rekening mee gehouden. Als je als vader zijnde het gezag niet aanvraagt en je bent niet met je partner getrouwd, mag je dus volgens de wet niet meebeslissen over de opvoeding van je eigen kind. Het is echt te bizar voor woorden dat een formulier zoiets als dit dan teweeg brengt. Dat je als vader zijnde geen poot hebt om op te staan, omdat je het gezag niet hebt geregeld. En daarmee heeft vader dus alleen maar recht op een omgangsregeling. Hij mag dus alleen zijn kind zien. Maar heel veel dingen mag hij dus als ouder nota bene niet beslissen. Dat vind ik toch wel echt een heel raar gegeven. Het gaat toch best wel een periode goed met Helene. Ze had een nieuwe baan, ze was vrolijk. En als zij niet dronk,
was ze daadwerkelijk een leuke moeder. Maar telkens als Helene wel drinkt, verandert haar gedrag totaal. Ook richting Charlène. Als ze niet dronk, dan was ze echt een prima moeder. Dronk ze wel, kon ze ook echt flink uit haar slof schieten tegenover haar dochter. Echt wel op een manier waar een kind, denk ik, ontzettend bang van zou kunnen worden. Op een gegeven moment komt alles in een soort neerwaartse spiraal terecht. Helene krijgt een nieuwe vriend. Maar binnen deze nieuwe relatie kan het er onwijs gewelddadig aan toegaan. Er is sprake van huiselijk geweld. En wederom is Charlène overal getuige van. Zij zit hier middenin en groeit op in een gewelddadige omgeving met veel geschreeuw. Mensen die elkaar slaan, aanvliegen. Het is echt, voor een kind is dat gewoon een vreselijke omgeving om in op te groeien. Ook de politie komt er regelmatig aan te pas. En uit die meldingen blijkt dat er altijd, ja, onwijs veel drank in het spel is. Charlène wordt een aantal keren uit huis gehaald naar aanleiding van deze meldingen. En als dat gebeurt, heeft moeder altijd een mooi praatje klaarstaan, hè, tegenover vader Victor. Ze weten hoe dan ook altijd een soort van omheen te praten en het goed te praten. Maar er komt een moment dat vader Victor op de hoogte wordt gesteld van alle zorgmeldingen die zijn gedaan. En dan schrikt hij zich toch wel een ongeluk. De situatie is nog veel schrijnender dan hij had gedacht. Vanaf welk moment kreeg je door dat het echt de verkeerde kant op ging met Charlène bij haar moeder thuis? Charlène begon ander gedrag te laten zien. Ze begon heel veel in haar broek te poepen en te plassen, terwijl ze eigenlijk al zinnelijk was. Ze was heel erg teruggetrokken. Ik ken mijn dochter. En op een gegeven moment krijg je dus een brief van de gemeente op de mat. Dat er zorgmeldingen zijn gedaan door de politie en dat er een bespreking was op het gemeentehuis. Oké, het is aan de hand. Dus dan ga je daar naartoe als vader zijnde. En blijkt dus dat ze mijn kind alleen liet. Dat er veel huiselijk geweld thuis was. En dat verklaart natuurlijk ook waarom zij ineens die regressie had, zeg maar. Het terugvallen in haar kleuterjaar. Het broekplassen, het teruggetrokken zijn. Ja, als je dan hoort wat er allemaal heeft gespeeld. Dat ze in het centrum van Hogeveen wordt aangehouden met een zelfmoordbrief. Daar wist ik allemaal niks van. Zoals je hoort heeft Victor het over een bepaalde zelfmoordbrief. In 2012 werd moeder namelijk dronken. En dan bedoel ik niet een beetje dronken, maar in zwaar beschonken toestand aangetroffen in het centrum van Hogeveen. Helene schijnt een zelfmoordbrief bij zich te hebben gehad. Die brief was amper leesbaar. Maar haar dochter, Charlène, die destijds 5 jaar oud was, had ze alleen thuis achtergelaten. En dit is trouwens een patroon in het gedrag van Helene. Zij liet haar dochter onwijs vaak alleen thuis achter. Of erger nog, Charlène stond voor een dichte deur. Rond 2013 zijn Helene en Charlène daar in die specifieke flat in Hogeveen gaan wonen. Het is de flat genaamd De Arend. En vooral die buurtbewoners weten hier veel over te vertellen. Zembla heeft een documentaire gemaakt over de zaak Charlène. Ik zou deze zeker kijken als je geïnteresseerd raakt in deze zaak. Maar in die documentaire komen ook verschillende buurtbewoners aan het woord. En zij verklaren dat Charlène regelmatig voor een dichte deur stond. Ja, dat zij de zorg maar op zich namen door Charlène binnen te laten. Ja, zij was afhankelijk van die buurtbewoners, hè. En dan heb ik ook zo'n beeld voor me van een meisje die daar voor een dichte deur staat. Moeder doet niet open. Misschien is het wel koud. Het is zo'n triest beeld. En dan die dichte deur die maar niet open wordt gedaan. Er is op dat moment niemand die er voor je is. En een moeder die zich niet om jou bekommert. Moet dat ontzettend steken voor zo'n kind? Het is gewoon zo ondenkbaar dat een moeder haar dochter zo achterlaat. De buurtbewoners van het flatgebouw De Arend merken ook andere dingen op. Charlène begint er namelijk steeds slechter uit te zien. Steeds ongezonder, ze ziet er daadwerkelijk verwaarloosd uit. Ze droeg kapotte, vieze kleding, vaak niet in haar maat. Het waren vaak te grote kledingstukken of weer veel te klein. De haartjes waren nooit gekamd. En als Charlène 7 jaar oud is, wordt ze dan ook steeds vaker achtergelaten bij één bepaalde buurman. En deze buurman woont ook in dat flatgebouw op nummer 12. Nummer 12, dat zit op de tweede verdieping om precies te zijn. Deze buurman die verwaarloost zijn flatwoning totaal. Hij heeft schijnbaar wat honden en katten lopen daar. Die doen een behoefte gewoon op de vloerbedekking. Overal ligt hondenpoep,
Katurine is overal ingetrokken. Het is echt een puinbak van ellende. Het vuilnis wordt overal achtergelaten. Niks wordt opgeruimd. Het zal je niet verbazen, maar het schijnt er ook behoorlijk te hebben gestonken. Dan heb je de buurman. Deze buurman die heeft geen baan. Hij drinkt alleen maar. Het schijnt dat hij ook regelmatig verdovende middelen gebruikt. En veel ongure types komen daar bij nummer 12 over de vloer. Die dronken daar, gebruikten daar met elkaar. Er heeft zelfs een tijdje een dealer gewoond. Helene die komt daar ontzettend vaak met haar dochtertje Charlene. Dan neemt ze Charlene mee, gaat ze daar zitten socializen. Dan drinkt ze ontzettend veel om vervolgens naar het café te gaan. Charlene die blijft daar met al die ongure types achter in woning nummer 12. Met die buurman, met mensen die gebruiken, met mensen die ontzettend naar de getver zijn. Hè? Ik weet eventjes geen andere benaming, maar hoe haal je het in je hoofd om je dochtertje daar gewoon te stallen? Hè? Want dat deed ze. Tussen al die rotzooi liet ze Charlene slapen. Ze liet haar gewoon op een kamertje achter. En God mag ook weten, hè, wat er met Charlene allemaal is gebeurd daar. Je weet het niet. Het komt erop neer dat deze buurman het echt flink bont heeft gemaakt. Heel veel flatbewoners klagen over wat zich allemaal afspeelt daar in die woning. Iedereen daaromheen heeft er in ieder geval last van. Zo komt er ook echt een schrijnende melding binnen. Een flatbewoner heeft vanuit woning nummer 12 een meisje horen roepen om hulp. Nou, er kwam eigenlijk maar één kind daar over de vloer en dat moet Charlene dus zijn geweest. Maar het schijnt dat deze melder zou hebben gehoord dat het meisje zou hebben geschreeuwd: help, niet doen, niet doen. Als je dit zo hoort, ze werd daar constant met dit soort mensen achtergelaten. Oh man. En als je er dan aan denkt dat Charlene in haar broek begon te plassen, te poepen, dat ze onwijs veel last had van blaasontstekingen, dan zullen er misschien wel dingen hebben gespeeld waar je gewoon niet aan moet denken. Charlene vertoonde in ieder geval typische tekenen dat er wellicht veel misbruik gaande was. Het is niet bewezen, het is niet aangetoond, maar er zijn in ieder geval vermoedens. Instanties zijn hier dus ook van op de hoogte, maar deden niks. Als je dit soort dingen hoort, dan had daar direct iemand voor de deur moeten staan om Charlene daar weg te halen. En dat gebeurde maar niet. Moeder kreeg enkel mee tijdens een van de gesprekken dat Charlene gewoon weg niet meer op nummer 12 mocht komen. Zij beloofde dit, ze speelde mooi weer. Maar uiteindelijk bleek natuurlijk dat er helemaal niks aan deze hele situatie veranderde. Zij hield zich nooit aan die afspraken en bracht haar dochter in enorm groot gevaar. Vertelde ze jou wel eens over hoe het eraan toe ging? Nee, dat durfde ze niet, want dan mocht ze niet van mama. Ik heb later natuurlijk een nieuwe vriendin gehad, die ook een dochter had. Het waren twee halfzusjes van elkaar, dezelfde leeftijd. Tegen mijn vriendin vertelde ze wel ongeveer wat er was gebeurd. Daar voelde ze meer op de rust. Voelde ze denk ik meer op de gemak. Wat voor dingen vertelde ze dan bijvoorbeeld tegen jouw vriendin destijds? Nou, dat ze inderdaad het uit huis was gehaald. Of dat ze bij de buurman alleen was gelaten. Dat ze daar 3 dagen gelogeerd had. Dat ze een gratis telefoon had gehad van een kennis die daar over vloer was geweest. Nou, in die tijd durfde ze ineens niet meer op foto's. Ze kreeg blaasontsteking. Alles duidde erop dat waarschijnlijk ook seksueel misbruik in het spel was. Dus ze speelde zoveel. Charlene schijnt dus maanden te hebben rondgelopen met een verwaarloosde urineweginfectie. Vader deed er alles aan om dochter mee naar de huisarts te krijgen. Maar omdat hij het gezag niet had over Charlene, kon hij daar niet terecht. Iemand mag niet zomaar met een kind naar de dokter gaan. Daar moet toestemming voor worden gevraagd bij degene die dat gezag wel heeft. Uiteindelijk vraagt Victor om toestemming bij de andere partij. Dat krijgt hij dan. Hij maakt een afspraak bij de huisarts, komt eraan met Charlene en krijgt daar dan weer de deksel op zijn neus. Want de huisarts was afgebeld door moeder. En Charlene die wordt ondertussen al die tijd niet door een dokter gezien. Dat meisje heeft waarschijnlijk met enorm veel pijn moeten rondlopen. Het is echt te verschrikkelijk voor woorden. Ik krijg hier rillingen van. Ook wat betreft het broekpoepen, het broekplassen. Moeders wilden daar gewoon niet mee naar de dokter. Ja, als je dit zo alles hoort. De instanties waren ondertussen van alles op de hoogte, maar grepen maar niet in. Wat is er in godsnaam voor nodig om eens in actie te komen? Charlene werd ondertussen aan haar lot overgelaten en moeder kwam overal mee weg.
als we even alle organisaties op een rij zetten. Bij welke organisaties heb jij allemaal aangeklopt? AMK, Veilig Thuis, Centrum Jeugd en Gezin. Ik weet het niet eens meer. Volgens mij alle instanties die beschikbaar waren, heb ik wel mee te maken gehad. Ik heb heel veel geëmaild met betrokken personen, met de leidinggevende. Wanneer doen jullie nou eens wat? Als jullie niet ingrijpen, dan eindigt mijn dochter onderaan. Ik heb ze gewaarschuwd dat mijn dochter dit niet zou overleven. Ja, jij hebt dit uitgesproken, letterlijk. Zelfs 5 weken voor haar dood heb ik, omdat zij niet ingrepen, heb ik 5 weken voor haar dood heb ik een advocaat in arm genomen. Die heb ik ook betaald om het gezag naar mij toe te halen. Zodat ik wel in kon grijpen dat ik haar bij haar moeder weg kon halen. Je moet begrijpen, dat is geen lichte keuze. Dat heeft een enorme impact op een kind. En dat doe je niet zomaar. Alles wat je doet, moet je zo mee uitkijken. Een melding maken doe je niet zomaar bij het AMK. Een melding maken bij het AMK heeft een enorme impact op mijn kind. Die het al zo moeilijk heeft. Ja, op een gegeven moment kon ik niet anders. Ze deden niks, ze grepen niet in. Ja, we zien het probleem, we weten het probleem, we gaan hem aanpakken. Nou, ze hebben nooit niks aangepakt. Ze hebben het laten gebeuren. En dan slaat uiteindelijk het noodlot toe. Daar waar veel mensen, waaronder Victor en de buurtbewoners, al voor vreesden, blijkt nu de keiharde werkelijkheid te worden. Het is dan de nacht van maandag 8 juni 2015. Het is om en nabij 1:30 s'nachts. Een van de buurmannen daar in flatgebouw De Arend, hij woont op de 2e verdieping. Hij wordt opgeschrikt door een geluid. Het lijkt erop alsof een vuilniszak op een vrij harde manier de balustrade raakt. Het is in ieder geval een flinke knal. De buurman snelt daarop naar buiten. Hij wil weten wat er is gebeurd. Eenmaal buiten treft hij een andere buurman aan die op hetzelfde geluid is afgekomen. Zij kijken over de reling en zien daar, ja, tot hun grote schrik een klein meisje liggen. Het is Charlene. Ze ligt onderaan de flat. De twee buurmannen gaan er meteen op af. Binnen een minuut staan ze beneden en ze bellen het alarmnummer. Die hulpdiensten die beloven in ieder geval snel ter plaatse komen. En als de mannen ophangen, dan kijken ze naar boven. En vanaf de 10e verdieping knippert een licht. Ze komen oog in oog te staan met een vrouw die over de reling buigt vanaf de 10e verdieping. Ze kijkt naar beneden. Het is blijkbaar de moeder van Charlene. En die buurman die krijgt serieus de indruk dat Helene er achteraan wil springen. Maar in plaats daarvan schrikt ze, hè, ze maakt een soort schrikbeweging naar achter en stapt weg, alsof ze bang is dat ze gezien is. Ze verdwijnt in ieder geval heel even uit het zicht, maar vervolgens loopt Helene met versnelde pas van de 10e verdieping naar de 2e verdieping. Naar de woning van die buurman waar ze vaak te vinden is, nummertje 12. Ze gaat daar naar binnen. Daar haalt ze 2 biertjes uit de koelkast. Die 2 biertjes steekt ze tussen haar broeksband en haar buik in. Ze stapt in ieder geval die woning weer uit en vervolgt haar weg naar beneden. Ze wil de flat verlaten. In de tussentijd zijn de politie en de ambulance al ter plaatse. Die zijn ontzettend snel gekomen. Daar komen ze helaas tot de verdrietige conclusie dat Charlene niet meer te redden is. Het 8-jarige meisje is overleden. Dan blijkt uiteindelijk je zorg werkelijkheid te worden. En dan krijg je te horen dat, ja, Charlene er niet meer is. Op welke manier kreeg jij te horen wat er gebeurd was? We lagen op bed, om 2:30 gaat de bel. Half drie, ik weet het niet eens, midden in de nacht in ieder geval. En staan de politie, 2 politieagenten aan de deur. Ik denk, ach, is ze weer zover? Is ze weer alleen gelaten? Maar op het moment dat ze zeggen, mogen we even binnenkomen? Wil je even gaan zitten? Dan weet je wel dat het erger is dat ze alleen gelaten was. Ja, wat ze precies verteld hebben, dat weet ik niet meer. In ieder geval dat ze alleen naar beneden was gevallen en de vrouw helaas niet overleefd had. En dat Helene onder verdachte omstandigheden was gearresteerd. Terwijl Helene met bloeddoorlopen ogen en die 2 biertjes in haar broekspand naar buiten loopt, staan de hulpdiensten en politie al bij het lichaam van Charlene. Maar in plaats van dat Helene zich bekommert om haar dochter, loopt ze de tegengestelde richting op. Bij wijze van spreken, als je de deur uitloopt, ligt hier Charlene. En moeders, loopt precies de andere kant op, richting haar auto. Alle omstanders en de buurtbewoners die wijzen naar haar en zeggen tegen de politie, haar moet je hebben. Zij is de moeder van dit kind. Dus de politie loopt op haar af en spreken moeder Helene aan. Helene is duidelijk
helemaal van het padje af. En niet zo'n klein beetje. Helene vertelt de politie dat ze haar sigaretten zoekt. Een van die politieagenten ziet ook daadwerkelijk een pakje sigaretten in die auto liggen. Maar achteraf denken mensen dat ze vooral van plan was om haar auto te pakken om te vluchten. Hè? Dat het helemaal niet om sigaretten ging. Maar goed, hè, ze is uiteindelijk niet gevlucht. Dus dat ja, is puur speculatie. Zelf beweert ze in ieder geval echt ja, naar die sigaretten op zoek te zijn geweest. Moeder steekt daar in ieder geval sigaretten op. En ze zegt een aantal dingen tegen de politie. Dingen die uiteindelijk best wel belangrijk gaan zijn. Zo begint ze meteen over een ruzie die Charlene en zij die dag hadden. Ze hadden ruzie met elkaar en nu had Charlene een moordbriefje, een afscheidsbriefje klaargelegd. En het is natuurlijk heel opvallend dat Helene daar meteen over begint. Het is natuurlijk ook gewoon zo raar. Een moeder die eerst eventjes naar nummertje 2 loopt om 2 biertjes te pakken, terwijl haar dochter dood beneden ligt. Ze loopt daar gewoon straal aan voorbij. Op een gegeven moment zegt ze daar tegen een van die agenten van ik wil naar mijn dochter toe. En dat lijkt een soort realisatiemomentje te zijn bij Helene. Een besefmoment van wat heb ik gedaan? Zo lijkt het. In ieder geval is dit het punt dat Helene wordt aangehouden en meegenomen wordt als verdachte binnen de zaak. Vanaf hier beroept moeder zich wel op haar zwijgrecht op aanraden van haar advocaat. Dus veel informatie komt er niet meer uit. Maar moet je nagaan. Vader Victor heeft er alles aan gedaan zijn dochter in veiligheid te brengen. En dan komt je ergste nachtmerrie tot leven. Voor mij het eerste wat ik heb gedaan is de maatschappelijk werker opgebeld. Die voor de veiligheid van mijn dochter garant stond. En ik heb haar gefeliciteerd dat ze het voor elkaar had gekregen. Bedankt voor hulp. Gefeliciteerd. Ik heb je gewaarschuwd. Zij moesten mijn kind beschermen omdat ik het gezag niet had. Ze deden niks. Hoe kan een kind vallen van de 10e verdieping? Gaat het hier om een ongeluk? Maakt een meisje van nog maar 8 jaar oud hier een einde aan haar eigen leven? Of heeft toch moeder een rol gespeeld in de dood van Charlene? We gaan even het lijstje af van wat tot dusver bekend is. Als je aan een plaats delict denkt in dit verhaal, dan moeten we toch echt even beginnen bij het kamertje van Charlene. In haar kamer wordt namelijk daadwerkelijk een briefje gevonden. Het is een A4-vel waarop staat geschreven: Mama, ik haat je. Uit sporenonderzoek blijkt dat niemand anders in de kamer van Charlene is geweest, behalve Charlene zelf en haar moeder. Op het moment dat Charlene van de 10e verdieping viel, stond haar slaapkamerraampje open. Haar slaapkamer grenst trouwens precies aan de kant van die balustrade. Dus op het moment dat je uit dat raampje klimt, kom je direct bij die balkonkant terecht van die flat. Dus als ze daar echt uit is geklommen, dan kom je wel precies terecht bij de plek des onheils. Maar wordt gekeken of ja, iemand daar doorheen zou zijn geklommen. Dat kunnen ze doen hè, aan de hand van sporenonderzoek. Uiteindelijk wijst dat onderzoek uit dat dat niet het geval kan zijn geweest. Er worden geen sporen gevonden dat iemand dus door dat raampje zou zijn geklommen. Er worden wel andere afdrukken in het raam gevonden, maar die waren van kattenpootjes. Die waren afkomstig van hun kat, want Charlene had een kat thuis. Als Charlene dus echt door dat raam geklommen zou zijn, dan zou er echt meer sporen gevonden moeten zijn dan alleen die kattenpootjes. Dat staat in ieder geval als een paal boven water. Het kan niet zo zijn dat daar iemand doorheen geklommen is. Op de reling worden verder geen handafdrukken gevonden, maar wel een ander, veelzeggend spoor. Daar ga ik het later over hebben, maar ze vinden in ieder geval 2 veegsporen, zo wordt het genoemd, veegsporen, met daartussenin een ruimte van 44 centimeter. Verder als laatste wordt er onderaan de flat, vlakbij het lichaam van Charlene, nog een knuffeltje gevonden. Natuurlijk is dit verschrikkelijk nieuws voor vader Victor. Het is hartverscheurend hoe hij hierover vertelt. Vader besluit Charlene nog te verzorgen voordat haar begrafenis plaatsvindt. Dus hij brengt een bezoek aan het mortuarium. En daar doet hij Charlene een bijzondere belofte. Hier gaat Victor iets over vertellen. Ik moet heel eerlijk zijn, het is iets ja, wat natuurlijk heel emotioneel gaat zijn. En wat bij mij ontzettend hard binnenkwam.
Let erop dat wat hij ons gaat vertellen, dat het expliciet kan zijn. Maar dit is een moment wat heel belangrijk is geweest voor Victor. En daarom is het ook belangrijk om dit te horen. Nou, ik wist dat zij naar Groningen gebracht was. Ik kreeg de vraag of ik haar nog wou zien. Dat moest dan in het diepste geheim, want ik had geen gezag. En het is toch geregeld dat ik haar nog mocht zien. Nou, daar was ik eigenlijk doodsbenauwd voor. Ik weet niet wat je aantreft. Wil het wel? Ik denk, ja, ik wil haar ook niet alleen laten. Dus we zijn s'avonds zijn we naar Groningen gereden. Mocht ik naar mijn dochter toe? Ja, ze lag er redelijk netjes bij. Er werd eerst nog het verzoek ingediend, want ze kon haar hoofd reconstrueren. Maar dat werd tegengehouden door de andere familie. Dus ze lag er op tafel met allemaal pampers om haar hoofd heen. En het knuffeltje wat ze erbij had gehad, lag onder haar arm. En dat knuffeltje is ook, nadat ze naar beneden gegooid is, is het knuffeltje achter haar aangegooid. Puur een statement. Maar ik zag mijn dochter er liggen en ik zag haar wondjes op haar vingers. De schaafwondjes en ze lange nageltjes. En het eerste wat ik wou, ik vroeg, heb je pleistertjes voor mij? En mag ik een nagelknippertje? Dat ik een nageltje kon knippen en dat ik pleistertjes kon doen om haar vingertjes. Nee, ik heb haar ook vastgehouden. En gezegd dat het me speet. En ik heb haar beloofd dat ik achter de mensen aan zou gaan die dit hadden veroorzaakt. Nee, ik heb het dat beloofd. En als ik iets beloof, dan kom ik beloftes ook na. Ja, dat is lastig. Ik herken daar eigenlijk aan haar teennageltjes. Want ze lakte haar teennageltjes altijd in verschillende kleuren. Dus zo wist ik wel dat het mijn dochter was. Maar ja, het is niet fijn wat je aantreft natuurlijk. Maar ja, blijf mijn dochter. En ik zou haar nooit die alleen laten. Dat heb ik al die jaren niet gedaan. Of heb me wel heel moeilijk gemaakt al die jaren. Ik heb heel hard voor haar gevochten. Zover ik kon. Maar op een gegeven moment werd het te veel. Je wordt echt door de mango gehaald. Het is een complete hel waar je doorheen gaat. Voortrekt. En dan, daarna ook helemaal. Dat wens ik niemand toe. Dat wens ik echt niemand toe. De moeder van Charlène, Helene, werd al vrij snel vrijgelaten. Dit gebeurde al na 3 dagen. Ze ging niet in voorlopige hechtenis. Sterker nog, de zaak werd geseponeerd. Justitie kwam met het bericht dat er niet genoeg wettig bewijs was dat de moeder Charlène van het leven heeft beroofd. Hierdoor komt Victor natuurlijk ook oog in oog te staan met zijn ex. En natuurlijk, in zijn ogen toen al, de dader. De vrouw die een einde maakt aan het leven van zijn dochter. Ja, dat was zo'n bizarre begrafenis. Je moet je voorstellen dat mijn ex binnen 3 dagen werd ze vrijgelaten. Vanwege gebrek aan bewijs. Maar het is geen fijne begrafenis geweest. Dus er werd gescheiden. Ik had natuurlijk een liedje wat ik graag op haar begrafenis zou draaien. Dat werd bijna tegengehouden. Omdat het op het Engels was. Dus nou, uiteindelijk bleek de zaal redelijk vol te hebben gezeten met regisseurs en stille agenten. Ik wil nog samen met de broer van mijn ex en haar vader heb ik de kist getild. Dus dat ging wel heel respectvol en het ging heel netjes. En het is wel een moeilijk moment. Maar lijkt het ook dat het dan bijna niet meer draait om het afscheid? Nee. Het is geen normale begrafenis, maar dat kon het ook niet zijn. Ja, je loopt toch met de verdachte van de moord op je dochter. Dan zit je op een begrafenis en dat is gewoon bizar. De zaak mag dan wel geseponeerd zijn, maar vanaf dan gaat er bij Victor een knop om. Hij heeft een belofte gemaakt aan zijn dochter. En die belofte zal hij kosten wat het kost nakomen. Hij gaat de strijd aan tegen het OM en tegen Helene. En Victor besluit daarom de moord zelf te gaan onderzoeken. Hij pluist alle dossiers uit op zoek naar antwoorden. En dan komt hij wat opvallende dingen tegen waar hij wellicht iets mee kan. Doordat die zaak zo snel werd geseponeerd, moet je natuurlijk de moord op je eigen dochter gaan onderzoeken. En dat duurt 2 jaar. En in 2 jaar tijd gaat er heel veel bewijsmateriaal verloren. Nou, ik krijg het strafdossier voor me. En er staat letterlijk in dat er verwurgingssporen zijn aangetroffen. Peter Gier in haar ogen, dat is wat duidt op verwurging. Alles stond erin. Ze hebben het gewoon geseponeerd. En zoek het dan maar uit. En dan moet je de moord op je eigen dochter gaan oplossen. Ze is er mee bezig geweest.
oma, ze heeft dat briefje neergelegd. Ja, want even over dat briefje. Wat stond daar precies op? Mama, ik haat je. En zij beweerde dat is een afscheidsbrief. Dus zij wilde het heel erg... Ja, ze had het raam opengezet. Ja. Nou, er stonden, het waren geen vingerdruk op het raam dat zij dat recentelijk had opengemaakt. Op de balustrade ook niet, hè? Nee, de balustrade stonden alleen twee armafdrukken. Ja. Precies de afstand tussen de armen. Waar mijn ex en ik waren net zo groot. Dus die afstand daartussen, die twee vegen waren duidelijk zichtbaar. Dat ze daar tegenaan had geleund om mijn dochter naar beneden te gooien. Als ik wat vond, waar ik mijn vraagtekens bij had, dan moet ik een expert zoeken die dat zwart op wit kan bevestigen. Zo kom ik uit bij Frank van der Groot, bij een Tristan Krap, een antropoloog. Er was toevallig een team uit Groningen, van de Universiteit Groningen, wat een valreconstructie wou gaan uitvoeren om te kijken of ze was gegooid. Want ze lag 1,70 meter van de gevel af. Ze hebben een flatgebouw afgehuurd in Amsterdam, het oude IEG-kantoor. We hebben valreconstructie laten uitvoeren. Het is zo'n gigantische klus om dat goed op touw te zetten. Want wil je het OM ongelijk geven, dan moet je goed voor de dag komen. Ja, dat hebben we ook gedaan. De zaak werd niet alleen heropend. Er werd ook gelijk vervolging ingediend. Maar het is wel heel bijzonder dat je dit natuurlijk teweeg hebt gebracht. Want zonder jou, en dat vind ik dus het bizarre, was er niks gebeurd. Was het geseponeerd en dan? Dan loopt iemand vrij rond die dit haar kind heeft aangedaan. Toen ik die zaak open kreeg, wat heb je in godsnaam gedaan? Dat was mijn vraag. Nou, op een gegeven moment dat wij een WOP-verzoek indienden, zo ben ik ook in contact gekomen met Sebas. Werd er een stempel staatsgeheim opgeplakt. Staatsgeheim op deze zaak. Om het maar bij me weg te houden. Uiteindelijk zijn we rond de tafel gezet en zijn we er goed uitgekomen. Het is ook raar, want eerst vecht je tegen het OM, daarna weet je samen. En sta je naast elkaar. En dat is het vreemde aan het rechtsstelsel. Eerst moet je tegen ze vechten en uiteindelijk vecht je met ze. Helene heeft dus al die tijd op aanraden van haar advocaat gezwegen over wat er die avond op 8 juni 2015 gebeurd is. Moeder komt later wel met een korte verklaring. Het zou volgens haar gegaan zijn als volgt. Helene lag die nacht te slapen totdat ze een windje voelde, een tocht die door de woning ging. Moeder is toen gaan kijken waar Charlene was en waar die tocht vandaan kwam. En vanaf daar weet ze niks meer. Het is allemaal één groot zwart gat. Ze weet zich in ieder geval helemaal niks meer te herinneren. Ik heb voor deze aflevering natuurlijk ook Sebas Dijkstra gesproken. En hij wist mij meer te vertellen over de verklaring van moeder Helene. Ze heeft als verklaring uiteindelijk neergelegd dat zij lag te slapen. Dat zij de wind voelde en dat ze toen is gaan kijken waar Charlene was. Dat is kort gezegd wat zij aan verklaring op tafel heeft gelegd. Maar zij heeft daarnaast zich continu op haar zwijgrecht beroepen. Dus zij heeft op aanraden van haar advocaat besloten om niets te vertellen over wat er allemaal gebeurd is die dag of daarvoor. Ja, dat is natuurlijk iets los van het feit dat ze strikt formeel het recht heeft om te zwijgen. Is iets natuurlijk vanuit, hè, ik noem het maar even, vanuit een moreel. Een onschuldige moeder zou dat niet zo snel doen. Nee. En het is natuurlijk heel berekenend. Hè. Dat wordt natuurlijk vaker geadviseerd door advocaten. Van zwijg totdat ik inzicht heb in wat er aan bewijs ligt. En dan moet je alleen maar verklaren wat niet per se strijdig is met dat bewijs. En dat lijkt hier ook te zijn gebeurd. Die verklaring, ik lag te slapen, ik voelde de wind en ben toen gaan kijken. Dat paste natuurlijk naadloos op het verhaal van het raam staat open. Charlene eindigt opeens beneden. En ja, dat afscheidsbriefje, dat is natuurlijk nog een van de belangrijke dingen. Dat moeder zelf zegt tegen de politie, ik trof een afscheidsbriefje aan. Geeft al aan dat ze daar al een keuze had gemaakt. Een soort van op aanstuurt of zo. Ja, mama, ik haat je is natuurlijk geen afscheidsbriefje. Nee. Mama, ik haat je, zegt het al. Ik bedoel, Charlene haatte haar moeder op dat moment. En ze vertelde ook natuurlijk tegen de politie, ik heb ruzie gehad met mijn dochter. Moeder wist het natuurlijk zelf, maar die heeft dat waarschijnlijk toen een soort van geprobeerd te framen als een afscheidsbriefje. En dat is later in de strafzaak ook door de verdediging van de moeder continu opgeworpen. Ja, het kan best een zelfdoding zijn. Of het kan best een ongeval zijn. Om maar, zeg maar, eigenlijk de dood, nou ja, of in ieder geval verantwoordelijkheid voor die dood weg te schuiven bij de moeder. Mama, ik haat je. Dat lijkt inderdaad niet echt een afscheidsbrief te zijn. Er komt nog iets in mij op en dit is
puur speculatie. Dus neem dit absoluut niet voor waarheid aan. Maar zou het misschien kunnen dat die brief, dat dat de druppel is geweest die de emmer deed overlopen bij moeder? Dat ze die brief vond en dat er een enorme ruzie ontstond. Omdat ja, dochter Charlene het over haar moeder schreef. Hè? Ik dacht daar nog aan. Van, stel je voor dat moeder dat briefje gevonden heeft. En dat het daar gewoon compleet mis is gegaan. Ik weet het niet, ik moest daar nog aan denken. Opvallend is natuurlijk wel dat Helene dat zelfmoordbriefje opgooit. Op het moment dat ze voor het eerst die agent spreken, beneden bij die flat. Alsof ze inderdaad op een zelfmoord wilde aansturen. In ieder geval, Victor heeft al die dossiers doorgespit. Hij heeft al die foto's bekeken. Hij heeft verschillende deskundigen om zich heen verzameld om zijn zaak sterk te krijgen. In zijn onderzoek komen die veegsporen naar voren. Hè, die op de balustrade gevonden werden met die 44 centimeter afstand ertussen. Dat is natuurlijk ook precies de spanwijdte van twee armen, hè, als je ze zo houdt. Als je iets over de balustrade aan het werpen bent. Dat is wel het beeld wat hiermee wordt geschept. Deze reling is trouwens 1 meter en 5 centimeter hoog. De zaak Charlene is ook besproken in een programma genaamd De Doden Liegen Niet. In dit programma gaat Frank van der Goot op zoek naar de doodsoorzaken als deze nog mysterieus is voor familieleden, nabestaanden. En de vader van Charlene heeft dus ook aan dit programma deelgenomen. Dus Frank van der Goot heeft naar de situatie gekeken. Zou een kind met dezelfde lengte en hetzelfde gewicht als Charlene over die balustrade kunnen gaan? Nou, dat was mogelijk. Ieder kind gebruikte daarbij wel zijn handen. Hè? Dat werd echt heel duidelijk. Zonder handen kom je daar never nooit overheen. Sommige kinderen hadden er ook redelijk wat moeite mee. Dus als Charlene zelf over de reling is geklommen, moet dat op zijn minst handafdrukjes hebben afgegeven. Nou, handafdrukken, vingerafdrukken, dat soort sporen werden dus ook niet op de reling aangetroffen. Er werden absoluut geen sporen aangetroffen wat zou kunnen duiden op klimmen of klauteren of wat dan ook. Dus ja, dan heb je natuurlijk die veegsporen. Als je armen over zo'n reling houdt, 44 centimeter, dat is precies deze afstand. Als je armen zo houdt, als je iets over de balustrade wil werpen, is dat wel precies die 44 centimeter. Ook dat is natuurlijk uiterst verdacht. Daarbij vertelde Victor al over een valreconstructie die werd opgezet. Charlene werd op zo'n manier gevonden waar later van wordt geconcludeerd dat het zeer waarschijnlijk is dat Charlene niet zelf zou zijn gesprongen. Het leek er meer op alsof ze point blank neer was gekomen, wat eerder past bij iemand die haar vanuit die reling heeft laten vallen of los heeft gelaten. En dat zou natuurlijk weer perfect rijmen met die veegsporen. De manier waarop zij beneden is gekomen, de lichtpositie aan de onderkant van de flat, daaruit lijkt het dat ze direct naar beneden is gekomen zonder zichzelf dus af te zetten. Victor heeft het alles gerapporteerd en doet er alles aan om de zaak weer te heropenen. Hij moet er dus voor zorgen dat moeder hiervoor opdraait. Hij is ervan overtuigd dat zij hierachter zit. En als hij genoeg bewijs heeft verzameld, dan dient hij een klacht in bij het gerechtshof in Leeuwarden om justitie te dwingen om Helene dus alsnog te vervolgen. 2 jaar na de dood van Charlene, het is dan inmiddels 2017, moet je nagaan, beslist het gerechtshof gelukkig dat Helene zou moeten worden vervolgd. Victor heeft daarmee in ieder geval bereikt wat hij daarmee wilde bereiken. Godzijdank. Justitie neemt vanaf hier alles over en zij start een nieuw onderzoek. Het blijft natuurlijk te bizar voor woorden dat vader hier zelf achteraan moet. Hij heeft die verschrikkelijke foto's van zijn eigen dochter onder de loep moeten nemen. Hij heeft die verwondingen moeten nakijken. Dat is een taak die een vader nooit op zich zou moeten nemen. Maar we zijn inmiddels 2 jaar verder en justitie die onderzoekt de boel opnieuw. Maar omdat het al zo lang geleden is, is de vraag hoe goed alles natuurlijk opnieuw onderzocht kan worden. Charlene ligt al 2 jaar onder de grond. Het is niet meer mogelijk om haar op te graven en een nieuwe autopsie erop te verrichten. Dus wat dat betreft zijn er heel wat dingen verloren gegaan met de tijd. En dat is zonde. Een uitvoerig en compleet onderzoek is eigenlijk niet meer mogelijk. Toch komen er naar aanleiding van dit onderzoek nieuwe dingen naar boven.
We hebben natuurlijk twee kroongetuigen. Dat zijn die buurmannen die Charlène als eerst hebben gevonden. Dat zijn de twee buurmannen op de tweede verdieping die als eerst natuurlijk de alarmdiensten hebben ingeschakeld. En zij getuigen natuurlijk dat Helene te zien was op de tiende verdieping. En dat was echt enkele momenten na Charlène haar val. Zij is ook de enige die op de plaats delict is geweest. Hè. Ze is daar te plaatsen door die twee belangrijke getuigen. Dit zijn trouwens niet de enige twee getuigen die naar voren zijn gekomen. Want er is nog een buurman. En dit gaat over de bovenbuurman van Helene. En dit blijkt dus een belangrijke getuige te zijn. Zodra justitie de zaak weer oppakt, zetten ze twee officieren van justitie erop. Twee ervaren officieren van justitie. En er wordt een nieuw onderzoek gedaan. En daar komen een aantal bijzondere dingen naar boven. Onder andere, er blijkt een bovenbuurman, een andere bovenbuurman, een derde getuige, die kort voor het gebeuren, toen hij zat te mediteren in zijn woning beneden, de woning onder hem, stemmen hoorde, gedoe hoorde en een klap tegen de muur hoorde en later een geluid van een klap, een vuilniszak tegen een reling. Je had ook echt heel duidelijk die stemmen herkend, hè? Van dat is Charlène en moeder. En moeder. En die was er heel overtuigd over. Hij zegt ook dat hij dat tegen de politie ook heeft verteld toen ze aan de deur kwamen. Het rare is, de politie heeft er geen spoor meer van kunnen vinden. Dat is denk ik ook een klein beetje het gevolg van het feit dat er geen TGO-team grootschalige opsporing op deze zaak meteen is gezet. Maar dat dat zeg maar nog één... Dus het kan een slordigheidje zijn geweest. Ja, want bij een TGO is normaal wel de regel dat iedereen... Alles wordt gerapporteerd. Alles wordt inzichtelijk gebracht in de flat. Wie hebben we allemaal gehoord, wie hebben we niet gehoord. Maar zijn verklaring is er kennelijk tussen wal en schip geraakt. Maar hij heeft zijn verhaal wel tegen anderen verteld. Dus er was al voldoende ondersteuning voor het feit dat hij dat verhaal heeft verteld. En dat hij dus ook geloofwaardig was daarin. Ja, want zijn verklaring is ook helemaal door een deskundige... Gefileerd. Ja. Puur op betrouwbaarheid. En dat bleek betrouwbaar te zijn. De rechtbank die heeft zijn verklaring uiteindelijk in hun oordeel terzijde geschoven. En wat de rechtbank daarin heeft gedaan, die hebben eigenlijk gezegd, ja, we kunnen niet meer precies goed nagaan hoe die verklaring tot stand is gekomen, hè, omdat die pas later is toegevoegd. Dus we zetten hem aan de kant. Maar wat de rechtbank daar doet, ja, is juridisch helemaal niet noodzakelijk. Je hoeft helemaal in een strafproces helemaal geen audit trail van een getuigenverklaring te hebben. Je moet alleen maar toetsen of die verklaring betrouwbaar is of niet betrouwbaar. Ook het wurgscenario wordt meegenomen in het onderzoek. Mogelijk heeft moeder Charlène gewurgd voordat ze van die balustrade werd geworpen. Er zijn verschillende deskundigen die de foto's van Charlène bekijken, van haar verwondingen. En in de bindweefsels van haar ogen waren bepaalde puntbloedingen te zien. Maar die deskundigen die komen er niet uit met elkaar. De ene beweert dit, de ander zegt dat. Er is maar één deskundige die beweert dat die puntbloedingen veroorzaakt moeten zijn door een verwurging. De andere expert veegt het weer van tafel en die beweert dat dergelijke bloedingen kunnen ontstaan van een harde klap of val. Die deskundigen die naar voren komen hadden allemaal een eigen mening erover. Het werd vooral een strijd wie het grootste ego had en wie het beste cv erop nahield. Er ontstonden in ieder geval hele discussies. Het was zelfs een beetje gênant. In het strafproces blijkt het haatbriefje wat Charlène heeft geschreven op haar kamer had gelegd ook enorm van belang te zijn. Dat A4'tje met mama ik haat je werd gevonden op Charlène der kamer. Het eerste moment dat Helene de politie sprak, had ze het over dat briefje. Ze had namelijk een zelfmoordbrief geschreven, ze had ruzie met de dochter, maar ze heeft specifiek dat briefje genoemd. Ze heeft alleen later verklaard dat ze helemaal niet op de slaapkamer van Charlène is geweest. En dat spreekt elkaar natuurlijk tegen. Want de politie vond dat haatbriefje daadwerkelijk op Charlène der kamer. Moeder wist dit briefje daadwerkelijk te benoemen. Nou, dat kan ze alleen gezien hebben als ze in die kamer geweest was. Dus feit is dat Helene keihard zit te liegen. Met andere woorden, in dit strafproces is moeders duidelijk niet vies van een leugentje. De verdediging op hun beurt probeert natuurlijk een eigen beeld te schetsen in de hoop dat Helene wordt vrijgesproken. En zij doelen vooral op een scenario dat Charlène zichzelf van het leven heeft beroofd of dat ze over de reling zou zijn gevallen na slaapwandelen.
Zij blijven maar op die scenario's hameren. En dat dat niet kan worden uitgesloten. Dus ja, dit klinkt zo onlogisch in mijn oren. In het programma Doden Liegen Niet, in de aflevering waarin de zaak Charlene wordt besproken, zegt Frank van der Goot ook dat doding, jullie moeten even mijn lippen lezen, want ik mag dat woord niet gebruiken, dat dat eigenlijk niet voorkomt bij een kind van 8. Kinderen die dit overwegen zijn echt wel een stukje ouder. En slaapwandelen, een balustrade van 1,5 meter, een kind van 8 die daar dan per ongeluk overheen valt. Kinderen moesten echt daadwerkelijk flink afzetten en een sprong maken om over die 1,5 meter heen te komen. Laat staan als je dat moet slaapwandelen. Dat, nou ja, oké. Okay. Het is een onlogisch beeld. Dan uiteindelijk komt de uitspraak van dit eerste strafproces. Helene wordt ondanks al dat bewijs wat wordt aangedragen, toch vrijgesproken. Onvoldoende wettig bewijs voor een veroordeling, oordeelt de rechtbank. Voor Victor is het natuurlijk een onwijze klap dat dit gebeurt. Toch is het een uitspraak wat Sebas wel had zien aankomen. En dat had alles te maken met de houding van de rechters. Het was ook wel iets wat we een beetje zagen aankomen. Want de manier waarop de rechtbank Victor, maar ook, ik durf ook wel te zeggen, mij, zeg maar als zijn advocaat, heeft behandeld, gaf al een beetje een idee van welke kant zij opgingen. Victor kreeg bijvoorbeeld een vraag over het voortraject, dus met jeugdzorg. Hij had een mailtje gestuurd waarin hij kort gezegd had gezegd dat hij zijn handen van Charlene aftrok, omdat al die meldingen die hij had gedaan toch maar niet serieus werden genomen. Weet je, een beetje om te dramatiseren. Van jongens, zoek het maar uit. Straks gewoon een wanhopig appje. Ja, gewoon ja. Ontzettend wanhopig. Dat wordt vervolgens uit het dossier gepakt. En dat houdt dan zo'n bijzitter, een rechter, die houdt dat aan hem voor. Ja, ze victimiseren Victor eigenlijk door te zeggen, ja, kijk dan wat jij hebt gedaan. Terwijl het gaat helemaal niet om die voorgeschiedenis. Dus belachelijk. Ja, Charlene is van de reling van 10 hoog naar beneden gegooid. Daar gaat het om. Maar dan vergeet je toch gewoon echt waar het over gaat? Helemaal. En ik heb een deel van het spreekrecht voor Victor ingevuld. Met name omdat wij zeker wilden weten dat alles wat Victor had onderzocht, dat hele bewijsconstructie die we hadden aangedragen, dat die meegenomen werd. Heb ik die bewijsconstructie nog een keer gepresenteerd tijdens het spreekrecht. Dat heb ik namens hem ingevuld. En aan het einde van dat gedeelte van het spreekrecht zei de voorzitter tegen me, en dat vergeet ik nooit meer, zei ze, we kunnen zien hoe het spreekrecht in Nederland is doorgeslagen. En toen ik dat, hoorde, toen dacht ik, ja ik zal niet zeggen wat ik over die rechter op dat moment dacht, maar toen dacht ik echt, ja. Maar dan sta jij ook met je mond vol tanden, denk ik. Ja, nee, maar dat stond ik ook. Nee, wat heb je gezegd? Nee, ja, het mooie is, ik heb daar niet op gereageerd. Want alles wat ik op dat moment primair zou kunnen zeggen, dat zouden dingen zijn waar je... Ik vind het heel knap. Ja, en zelfs de officieren die keken mij aan van wat een gestoorde situatie. Maar het gaf zo aan hoe deze rechtbank er van meet af aan in zat. Het was zo een slecht vonnis. En wat heb ik gedaan toen wij dat vonnis kregen? Ik heb het naar een aantal bevriende rechters gestuurd. En niet de minste. Maar die keken naar de vonnis en die hadden allemaal dezelfde vernietigende conclusie. En ik kreeg van 2 mensen terug, dit is een weekendvonnis. Eentje die sloot zelfs niet uit dat de rechters onderling er niet uitkwamen. Dat bijvoorbeeld bepaalde belangrijke elementen, zoals de houding van de moeder, gewoon alleen al de basisdingen die we in deze zaak zijn tegengekomen, niet werden behandeld, maar eigenlijk gewoon meteen gezegd, te weinig bewijs, vrijspraak, dat er al op duidde dat men er gewoon geen zin in had. Nou ja, dat. Ik krijg bijna het idee van, nou, ze zijn even met het verkeerde been uit bed gestapt. En hoe kun je een zaak als deze op die manier benaderen? Dat vind ik echt zo heftig. Wij hadden ook al een beetje het gevoel, en ik kom natuurlijk in heel veel rechtbanken, dat voor deze, in ieder geval voor deze combinatie van rechters, dat deze zaak ook wel een beetje te zwaar was. Maar je ziet dat ze, nou ja, ik noem dat dan zand in het oog hebben laten strooien door de verdediging. Ze zijn toch in dat slaapwandelen, zelfdodingsverhaal toch te veel blijven hangen. Ja, ik vind dat dus zo bizar. Want als ik 1 ding niet logisch vind, nou ja, 2 dingen niet logisch vind, dan zijn dat deze 2 scenario's wel. Ik bedoel, een ongeluk of slaapwandelen. Je moet als met haarlengte zoveel moeite doen om die reling over te komen. Ja, en wat je daar noemt, dat is denk ik het belangrijkste. Er was geen spoor van het feit dat zij over de reling zou zijn geklommen.
Toen Helene werd vrijgesproken, en dit is een fragment wat nog in mijn geheugen gegrift staat, werd er ook hard gejuicht door familieleden, hè, dat ze was vrijgesproken. Er werd nog net geen feestje gevierd. Mensen waren even vergeten dat het hier wel ging om serieuze zaken. Het gaat hier om een overleden kindje van 8. Je kan in iemands onschuld geloven, maar het zegt weer een hoop eigenlijk ook over hoe dit eraan toe ging. Wat voor strijd het is geweest, onderling ook, hè, tussen die twee partijen. Dat er wel gejuicht wordt, het voelt zeer misplaatst en respectloos richting Charlene. Even over die houding van die tegenpartij, want zij stelde zich ook echt wel vijandig op. Richting Victor vooral. De suggestie werd gewekt dat Victor wel eens bij het raam zou kunnen staan. Het werd trouwens niet met zoveel woorden gezegd, maar de suggestie werd wel gewekt. Dat scenario dat vader wel eens bij dat raampje gestaan zou kunnen hebben, dat moesten ze ook daadwerkelijk de kop indrukken door te bewijzen dat hij niet in de buurt kon zijn. Maar moet je nagaan. Helene mag dan vrijgesproken zijn, maar dit betekent niet dat het afgelopen is. Het OM besluit in beroep te gaan tegen deze uitspraak, want ja, ze zijn het er uiteraard niet mee eens. De zaak wordt dan in behandeling genomen door het gerechtshof en daar wordt heel anders met de zaak omgegaan. En dan uiteindelijk komt er een arrest van het gerechtshof, een uitspraak, en die veroordeelt de moeder gewoon keihard, zonder enige twijfel in dat arrest, voor de doodslag op Charlene. En ja, dat is dan het moment dat je denkt, ja, het systeem, het rechtelijk systeem functioneert prima. Als je inderdaad, net als Victor, maar even geduld hebt. Als je maar en de energie hebt om zelf moeite te doen. Nee, je moet het maar allemaal ook doen, hè? Want hij is wel de vader van Charlene, maar wat hij allemaal heeft moeten doorstaan, wat hij heeft moeten zien ook. Het is echt, want hij vertelde over de politiefoto's die hij heeft moeten doorspitten, en dat hij dan zelf ernaar gaat kijken. Ja, dat is eigenlijk helemaal niet de taak van een vader. Dat lijkt me echt een hel. Nee, dat is ook iets, en dat is misschien wel goed om te benoemen. Het Openbaar Ministerie, zelfs tot en met de super-PG, dus de voorzitter van het College van Procureurs-Generaal, zijn met Victor in gesprek gegaan. Ja, daaruit merkt je ook dat zij ook zien dat de manier waarop dit gelopen is, dat dit iets is wat nooit meer zou mogen gebeuren. En een van hun officieren zei dat in een persoonlijk gesprek met mij ook heel duidelijk. Die zei, als er een meisje overlijdt onder dit soort omstandigheden, hebben we maar twee opties. Dat is of vervolgen, of onderzoeken, onderzoeken, onderzoeken. Met andere woorden, seponeren, dat is echt het allerlaatste. Het allerlaatste. En ik hoop ook dat bij het Openbaar Ministerie dat deze knop, zeg maar, om is. Uiteindelijk krijgt Helene een gevangenisstraf opgelegd van 9 jaar en 8 maanden. De zaak wordt uiteindelijk nog door de verdediging, de advocaat van de moeder, voorgelegd aan de Hoge Raad. Maar de Hoge Raad zegt eigenlijk, wij vinden dit een goed gemotiveerd arrest. Maar wat ze wel doen, omdat zij zo lang heeft moeten wachten op een oordeel van de Hoge Raad, hebben ze wat strafvermindering toegepast. Maar dat staat natuurlijk niet in verhouding. Want het is niet veel, hè? Nee, en uiteindelijk weten we niet hoe lang zij nog zal moeten zitten. Ja, zij komt op enig moment weer waarschijnlijk voorwaardelijk in vrijheid. Ja, en dan zal ze zich weer in de samenleving bevinden. Ja, de hoop van Victor is natuurlijk dat op een normale manier gebeurt. Moeder Helene wordt dus schuldig bevonden aan doodslag. Maar ondanks dat heeft ze nooit een woord hierover gerept. Moeder heeft nooit iets toegegeven. Ondanks het feit dat ze wel schuldig wordt bevonden voor doodslag, het doden van haar kind. Vader Victor is ervan overtuigd dat moeder mogelijk vermoord berecht had kunnen worden als de zaak van begin af aan fatsoenlijk was onderzocht. Het scenario van de verwerging had beter onderzocht kunnen worden als het lichaam van Charlene daar nog op onderzocht had kunnen worden. Ja, vanaf de foto's kun je natuurlijk niet heel veel zien. Het blijft natuurlijk ook heel raar dat er geen gegil of geschreeuw is gehoord vanuit Charlene. En om even terug te komen, die bovenbuurman die van alles gehoord zou hebben, die had natuurlijk een ruzie gehoord tussen Charlene en haar moeder. Daarop volgend hoorde hij een bonk. En daarna hetzelfde geluid als die twee benedenbuurmannen hadden gehoord. Het geluid alsof er een vuilniszak tegen de balustrade aankwam. Dus eerst een bonk in de woning zelf. Zou het dan kunnen zijn dat Charlene toch buiten bewustzijn over die balustrade geworpen is? Maar lijkt het niet dat je als kind stil blijft als je moeder dat dus met je doet?
Ga je wel over nadenken. Victor is in ieder geval van overtuigd dat moeder het plan om haar dochter van het leven te beroven, dat ze dit wellicht al langer in haar hoofd had. Het is iets waar ze naartoe leek te werken, volgens hem. Daar zou ze zich in ieder geval naar hebben gedragen. Dus in zijn ogen is het moord. En wettig gezien is dat het natuurlijk op dit moment niet. Maar hij bedoelt dat natuurlijk niet in juridische zin. Maar dat is zijn overtuiging. Dat is natuurlijk ook iets wat je zegt. Van je hebt mijn dochter vermoord. Vandaar dat je Victor af en toe hoort praten over moord. Dat wilde ik er nog wel even bij zeggen. Het staat in ieder geval vast dat moeder Helene dit haar dochter heeft aangedaan. Dat staat vast. Maar Victor is nog niet klaar. Degene die Charlene fysiek gedood heeft, is dan wel veroordeeld. Maar hij is van mening dat de hulpinstanties, hè, die van alles wisten in de tijd dat Charlene nog leefde, ook vervolgd moeten worden wegens nalatigheid. Na alle meldingen, naar alles wat Victor in gang heeft gezet om zijn dochter bij hem te krijgen, niemand greep in. Kort na de dood van Charlene deed Victor al aangifte tegen al deze instanties. Maar omdat de zaak werd geseponeerd en moeder niet werd vervolgd, kon hij ook niks beginnen tegen al die instanties. Want als het niet door moeder is veroorzaakt, dan hebben wij er ook niks mee te maken. Zo zat het een beetje in elkaar, dat was de boodschap. Maar nu Helene wel is veroordeeld, is het natuurlijk een ander verhaal. Zij kunnen wellicht die aangifte nu doorzetten. Justitie is op dit moment aan het kijken of vervolging mogelijk is. En is iemand nalatig geweest in de zorg voor dit meisje van nog maar 8 jaar oud? Dragen zij gedeeltelijk de verantwoordelijkheid voor de dood van Charlene? Dat is de vraag. De vraag is niet, hadden ze moeten? Ze moesten ingrijpen. Maar ze deden helemaal niks. En het is echt het laatste traject. Is het begintraject, wat mij enorm gekwetst heeft natuurlijk. En het doet niet uit rancune. Het is gewoon het recht wat ik nastreef. Nou, je bent eigenlijk nu ook gewoon al 12 jaar bezig. Ja. Het begint natuurlijk in 2011 met alle meldingen die je maakt, met alle moeite die je erin steekt om Charlene in veiligheid te brengen. Dan uiteindelijk wordt de nachtmerrie waarheid. En dan kom je in een volgende hel terecht. En dat is vechten voor gerechtigheid. Ja. En zo in totaal ben je 12 jaar verder. Ja, 12 jaar, waarvan nu al 8 jaar rechtszaak. Wat heeft dit met jouw hele leven gedaan, met jouw welzijn? Ja, ze hebben mij in eerste instantie hebben ze me afgekeurd voor 70%. Ik ben, joh, mijn hart stotteren bijvoorbeeld. Ik heb complexe, hoe zeg je dat? PTSS, complexe, chronische posttraumatische stressstoornis. Ja, dat verandert alles. Je hele doen en laten. Heel je leven staat op zijn kop. Je hebt gewoon een behoorlijke kras op de plaat gehad. Die eigenlijk niet meer te herstellen is. En dat verandert alles. Maar ja, goed. Ik ben gewoon weer fulltime gaan werken. Ik ben verhuisd naar een mooie plaats in Noord-Holland. Ik heb een schat van een vriendin. Een superschoon familie die me altijd bij me staat. Dus ik probeer het leven weer op te pakken. Maar het leven zal nooit meer hetzelfde worden. En dan hoor je wel eens van mensen van, ja, nou, nu moet je het wel eens een keer afsluiten of achter je laten. Zoiets kun je nooit meer achter je laten. Je kunt het ook niet verwerken. Je kan het misschien een plaatje geven. Maar verwerken kun je zoiets nooit. Dat is onmogelijk. Elke dag wakker worden met paniekaanvallen. De hele dag maar zenuwachtig zijn. Over mijn schouders kijken. Het klinkt raar. Mijn woning beveiligen met camerasystemen. Het gaat echt heel ver. Ja, ik probeer gewoon een goede vader te zijn voor mijn gezin. En mijn beste beentje voort te zetten. En de mooie dingen in het leven ook nog te kunnen zien. Wil je zelf hier nog iets kwijt? Ja, zie je alles niet gelijk als vechtscheiding. De stempel vechtscheiding wordt te snel opgelegd. Terwijl het totaal sprake voor is. Je hebt vaders of moeders die vechten voor een kind. En dan snap ik wel dat je emoties zo hoog zitten dat je doordraaft. Kijk. Die zorgverleners hebben dat ook niet gewild, maar ze hebben het wel gedaan. En niet zo'n klein beetje ook. Ze hebben niet allemaal gestempeld. Ze hebben echt de goede bedoelingen, maar ze zijn vaak verblind. Of door een vader of door een moeder die een mooi plaatje ophoudt. Of maar luister eens een keer goed. En zo kun je denk ik veel meer gezinnen helpen in Nederland. Kijk eens naar het kind. Charlene is nooit niet gezien, al die jaren niet. 1 keer, ze moest een tekening maken. En ze maakt een tekening. En ze geeft aan dat ze het moeilijk vindt, dat er zoveel ruzie thuis is. En ze sluit het af, oh, niks aan de hand, prima. Ze kijken niet eens naar het kind.
Het heeft veel aandacht nog nodig in Nederland. Ja, het is echt ongelooflijk hoe nalatig... Ja, want je ziet dat door hun nalatigheid dat ik met een moord te maken krijg. Het heeft heel veel gevolgen. En in mijn geval hele grote gevolgen natuurlijk. En voor mijn dochter hele, hele grote gevolgen. Het is wel een meisje van 8 die er niet meer is. Waarvan ik me altijd afvraag, ze was nou 16 geworden. Wat had ze willen worden? En dat moet je allemaal missen. Ze blijft altijd 8 jaar oud. Ja, voor mij blijft ze voor jou. 8 jaar oud. Ja. Dus de tijd vliegt, maar voor mij staat de tijd in principe stil. Ik bewonder nogmaals je inzet echt enorm wat je aan je dochter hebt getoond. Hoe je het gevecht aangaat. En ik wens je nog heel veel sterkte toe met alles. En het gevecht tegenover de hulpinstanties. Ik hoop dat je je antwoord krijgt. Het verhaal van Charlene moet verteld blijven worden, opdat dit nooit meer mag voorkomen. Dit kind stond letterlijk in de kou, keer op keer voor een dichte deur als moeder haar weer eens alleen had gelaten. De mensen die haar hadden moeten helpen lieten haar in die kou staan en deden niet wat er voor nodig was om dit meisje een veilig thuis te bieden. De enige persoon die streed voor haar veiligheid mocht pas echt voor haar zorgen toen ze dood was. En het blijft voor mij de vraag, hoe kan dit zo fout zijn gegaan? Het is niet te bevatten. Laten we niet vergeten dat de toekomst van dit jonge meisje werd afgenomen door haar moeder. En als je naar haar foto's kijkt, wat ik heel typerend aan haar vind, dat zijn haar diepe, heldere, blauwe ogen. Het nummer wat Victor op de uitvaart van Charlene heeft laten afspelen is een heel bijzonder nummer. Het is een nummer genaamd Bright Eyes van Art Garfunkel. Ik heb dit geluisterd. Ik heb het zeker niet droog gehouden, maar het is gewoon een heel bijzonder liedje. Het sluit zo mooi aan op Charlene. Het is een nummer wat geschreven werd voor een kinderfilm. In dit nummer wordt eigenlijk de vraag gesteld, wat gebeurt er als iemand doodgaat? Waar gaat diegene heen? Hoe kunnen de heldere lichtjes in iemands ogen plotseling uitgaan? En hoe kan de twinkel in iemands ogen ineens zomaar van de een op andere dag verbleken? Mocht je het nummer willen luisteren, ik heb het linkje eventjes in de beschrijving gezet. Dit was het verhaal over de vreselijke zaak van Charlene. Nogmaals met klem de vraag, ga respectvol om met dit verhaal. Met Victor die zijn verhaal heeft gedaan en wat je achterlaat op het internet. Victor en Sebas wil ik in het bijzonder bedanken voor het bijdragen aan deze aflevering. Dat Victor al die tijd blijft strijden voor zijn dochter, daar heb ik echt enorm veel bewondering voor. En dat vind ik tegelijkertijd hartverscheurend en hartverwarmend. Mocht er ontwikkelingen zijn in deze zaak, dan deel ik dat uiteraard. Volgende week ben ik er natuurlijk weer. 4:00 middags, elke vrijdag. Tot volgende week en bedankt voor het kijken.